wat is er in de kleedkamer gezegd? Is er berusting? Wat heb je aangetroffen? Ja, enorm veel teleurstelling natuurlijk. Iedereen zit er doorheen. En om eerlijk te zijn zit ik er zelf ook wel redelijk door. Kan je het wel bevatten wat er eigenlijk gebeurd is? Want er was helemaal niets aan de hand. Hè? Jullie kwamen op 1-0 voor. Speelden niet briljant, maar dit Emmen, ja, had, jullie hadden Emmen bij de keel. De eerste helft waren wij veel beter, denk ik. En zij scoren uit het niks. Wel een aardige aanval, geloof ik, maar wel uit het niks. En ik had wel het idee dat we hem gewoon over de streep zouden trekken. En dat we hier zouden gaan winnen vandaag. Alleen, je ziet dat na die 2-1 dat we alles of niks gaan spelen. En vrij snel daarna valt het 3-1 en dan is het gewoon klaar. Dat tekent misschien wel het seizoen, hè? Wisselvalligheid ook weer in deze wedstrijd. En dat was eigenlijk heel het jaar zo, waardoor jullie misschien uiteindelijk nu degraderen. Nou ja, het is een ongelooflijk klote jaar geweest voor ons. We lopen in principe vanaf de eerste speelronde al achter de feiten aan. Daar zijn we eigenlijk niet meer uitgekomen. We hebben een periode gehad dat het wat beter ging vlak voor de play-offs. En ik had eigenlijk het vertrouwen en de hoop dat genoeg zou zijn om erin te blijven. Maar het is een vreselijke dag. Wanneer besefte je het van dit is over? Naar de 1-2, 1-3? Ja, bij de 1-2 had ik nog wel het idee dat we zijn wel vaker uit zulke soort situaties weer eruit gekomen. En we kregen toen net weer een kans op de 2-2. En ook bij de 3-1 had ik nog steeds het idee van het is helemaal niet ondenkbaar dat we 3 goede kansen nog gaan krijgen. Het gebeurt allemaal niet. Dus. Jullie degraderen, veel frustraties dan na afloop. Dan zien we ook dat de fans verhaal komen halen. En ik begrijp, ik ben er zelf niet bij geweest, dat er ook een handgemeen heeft plaatsgevonden. Wat kan je erover vertellen? Ik weet niet meer zo goed wat er nou precies gebeurde. De fans waren emotioneel en dat kan ik begrijpen. Volgens mij was het een beetje duwen en trekken. Dat kan gebeuren en wat mij betreft hoeven we daar niet al te zwaar aan te tillen. Want jij hebt je frustraties, de fans hebben hun frustraties en dat is op dat moment logisch? Dat lijkt me logisch. Ja, je hoort natuurlijk wel van iemand af te blijven, maar dat gebeurt niet altijd. Hoe is dit laatste halfjaar nu onder advocaat geweest? Want ja, de afrekening, dat klinkt misschien hard, maar ja, hij heeft natuurlijk ook gewoon in zijn missie gefaald. Hoe moeilijk was het voor jullie om met zo'n ervaren coach te werken? Hoe moeilijk? Ja. Maar ik kan me voorstellen als je iedere week in de krant leest dat jullie er niks van kunnen en zij het weer niet goed hebben gedaan. Veel wisselingen in de opstellingen, weinig vertrouwen, ook op de flanken. Iedere keer zien we andere spelers. Dat. En ja, hij zal zeggen, ze moeten professioneel zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat het ook iets met een groep doet. Nou ja, over van alles valt van alles te zeggen en te vinden. En ik denk niet dat op dit moment heel relevant is. Ik bewonder hoe hij het heeft aangepakt en met hoeveel emotie en hoeveel slagvaardigheid hij erin zat. En hij heeft gewoon gedaan waarvan hij dacht dat het beste was voor de ploeg. Daarin hebben we in principe gewoon allemaal gefaald. Volgend jaar Sparta in de Eerste Divisie. Nou, veel huurlingen gaan sowieso weg. Van Muren weet ik dat hij in zijn contract heeft staan bij degradatie. Is er geen Spartaan meer? Hetzelfde geldt voor Fischer. Hoe staat het met jou? Ik heb zo'n clausule niet in mijn contract staan. Zoals het eruit ziet ben ik gewoon nog Spartaan volgend seizoen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik daar nog niet al te veel bij stil heb gestaan. Dat gaan we de komende weken zien. Ik bedoel, als je voorafgaand van deze periode in de Eredivisie 6 jaar in de Jupiler League heb gespeeld, dan is het natuurlijk een illusie om te denken dat je binnen 2 jaar doorstoot naar de middenmoot van de Eredivisie. Maar zeker als je weet nu in de Eerste Divisie welke ploegen er spelen, met Twente, met NEC, wordt het ook gewoon heel moeilijk om in 1 jaar terug te keren. Ja, dat zijn sterke ploegen inderdaad. Ik heb er wel vertrouwen in dat de organisatie op zo'n manier heeft gewerkt dat ze met beide scenario's rekening hebben gehouden. En dan zien we de komende weken wel wat gaat gebeuren.